Het Weekjournaal, met uh, dit keer natuurlijk uh, de trainer van uh, A1. Want uh, de A1 die verkeert in een situatie, dat is uh, wel uh, spannend, uh, John Martens. Ja, wederom. Belooft weer een mooie ontknoping te worden. Ja, zeker. Uh, want uh, nou, vertel eens hoe het uh, precies in elkaar steekt. Uh, zaterdag staat voor ons laatste speelronde van het competitieprogramma. En uh, wij treffen Urk thuis. Urk is momenteel de koploper met een voorsprong van drie punten. Dus het is uh, ja, heel simpel. Wij moeten winnen om gelijk te komen. En uh, het doel zal dus niet doorslaggevend. Dus qua punten kunnen we gelijk komen. En Urk moet minimaal een punt pakken als ze kampioen willen worden. Uh, jullie hebben natuurlijk ook nog als achterdeurtje het periodekampioenschap. Dus de, dan zou je via uh, periodekampioen uh, PD-wedstrijden ook nog uh, kunnen promoveren. Ja, nou ja, zeker. Kijk, de eerste periode hebben uh, we gepakt. En, uh, dus Die is binnen. Dus dat hebben we hebben achter de hand. Alleen uh, ja, op dit moment zal niemand daar uh, tevreden mee zijn. Dus we gaan uh, voorlopig voor directe promotie. En mocht dat niet lukken, dan hebben we inderdaad nog uh, na-competitie. Jullie zitten wel in een uh, goede flow, uh, John. Hè? Ja, de eerste periode is heel goed verlopen. De tweede periode, te wisselvallig. En uh, de derde periode gaat ook weer erg goed. We winnen overtuigend. We winnen uh, ja, elke week. Halffinale beker gewonnen. Dus de bekerfinale bereikt. Dus dat zijn allemaal mooie, ja, mooie uitslagen. En dan uh, mooie uitslagen met mooie namen van uh, spelers als uh, Jeu, Merci. <laughs> vind ik, uh, geweldig. Ja, ja, wij noemen hem Victor. Dat hebben we in het begin wat de zon al afgesproken. Dat is uh, toch het makkelijkste. Echt? Maar uh, nou ja, zeker. Ja, maar je, 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 je weet in ieder geval dat... Uh, je, nou, en misschien moet je hem daar dan ook voor bedanken. God... Ja, absoluut. Dat, uh, daar zijn we van bekend. <laughs> Die hebben we in ieder geval achter ons staan. Heel veel succes ja. uh, zaterdag. Dankjewel. Jullie ook. Okay. De volgende in dit uh, weekjournaal, en uh, het is echt een uh, journaal, dus het zijn korte, uh, snelle items. En uh, ja, hopelijk uh, geniet u ervan. Dat is uh, Kokkie André. Het is wel een hele bekende ja. ermeloer, hè? Kok, hè? André. Ja, kok André. Kok André. Niet meer uh, Kokkie? Nee, dat is een klein woord, hè. Ja, is, uh, ja, ja maar uh, dat, da, daar straalt vaak wel het, het vriendschappelijke vanuit, hè. Ja. Kokkie! Ja, ja. ja, ja. Hé, hey, uh, Kok. Uh, de laatste keer dat ik je gesproken heb, was uh, toen op de boot naar Urk. Weet je nog wel? Ja, weet je nog wel, ja. Uh, dat waren gouden tijden. Ja, perfect. Ja, en, uh, jij, jij was er niet zo heel zeker van dat ze uh, zouden gaan winnen? Nee, daar was ik niet zo zeker van. Ik denk, nou, gelijkspel ik hier, Ik denk, nou, het uh, zit er wel in bij de... Toch een overwinning. Ja, uiteindelijk is het gelukt. En we hebben natuurlijk twee prachtige jaren gehad in de derde divisie al. Hè? Perfect. Perfect. Ja. 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 En, en jij bent een van die supporters die, ook, die ik ook altijd zie bij de uitwedstrijden. Uit-, uit en thuiswedstrijden. Ja. Ik ga altijd mee. Ja. En je geniet ervan? Ja. Waarom? Nou ja, als spel ik in uh, sunrise, nee, de entourage, de sfeer. En je kent de jongens een beetje. En dan is uh, ja, het gezellig. Je gaat altijd met het clubje van uh, Johan Hamstra en zo. Johan Amstra, uh, Kla Slot, ik en uh, mij geloof ik. Echte supporters, hè? Of zijn ze nog wel eens een beetje zagrijnig soms? Nee, echte supporters, trouwe supporters. Hele trouwe supporters. En jij, uh, jij doet ook nog het een en ander uh, Morris hier? Spaansmorders bij de Maandagmorgenploe, hè? Ja. Om schoon te maken, de kleedkamers. En dergelijke dingen. Ja. Uh, dit is je bijna fataal geworden ja. <laughs> bij, bij die kelder. We hebben, we hebben ze had in de kelder zitten ja. en uh, kwam met patat aanlopen en, uh, en ene keer pats achter de baard. ze een luik bij ze openmaken en er staan de verse bier. En die wou ze aansluiten. En had ze vergeten de omheining erop te zetten en uh, kom met een pateau uh, patat aanzetten. En ene keer. Een dat dat jou ja. natuurlijk moet gebeuren met pataten, man, dat kan, dat kan toch niet koken? Dat zou in alle in de kelder Ongelooflijk. Eet je nog wel eens een, wel eens een patatje? Toen oh, een patatje bij het hoekje. Dan eet ik nog eens een patatje, ja. 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 En, en vind je het altijd nog lekker? Ja, smaakt altijd nog prima. Ja, heerlijk, maar die van jou die waren het wel de beste. Het ja, moet altijd één de beste wezen natuurlijk. Ja, zo is dat. Hey, kok, heb je verder nog wat te zeggen tegen de gemeenschap van uh, DVS? Nou ja, ik hoop dat ze nou, uh, dat ze tweede divisie worden. Ja, Periodekampioen kampioen, -hoorn. Wat een idee. Ja, zeker. Ik hey, ook bedankt voor dit uh, interview. Het volgende interview met uh, de aanvoedster. De aanvoerder, moet ik gewoon zeggen, van het eerste uh, damesteam van DVS 33. En dat is niet het minste team. Robin Huisman. Goeiedag, Piet. Hi, Robin. Robin, allereerst van harte gefeliciteerd met het periodekampioenschap. Ja, dankjewel. We zijn er heel trots op. Ja, heel trots. Ging het goed uh, zaterdag? Het ging het ging in het begin wat minder, maar uiteindelijk hadden we echt zoiets van, oké, okay, nu de schouders eronder en het uh, ging het echt geweldig. Jullie zijn echt een, 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 een team vriendinnen met elkaar, of niet? Ja, klopt. We doen ook veel dingen buiten het veld om, zoals uit eten gaan of wat gaan drinken. En dat maakt denk ik wel dat we zo goed zijn op het veld. Facebook ontploft langzaam maar zeker. Ja, ik heb geen Facebook, maar zelfs ik krijg er wat van mee, dus dat zegt genoeg. Dat zegt uh, inderdaad genoeg. Hey uh, Robin, uh, je, ik weet dat je een uh, fantastische keeper bent geweest, maar je, je speelt tegenwoordig uh, veel meer, hè? Um, ja, ik heb de eerste seizoen zelf, heb ik uh, veel gevoetbald, veel gescoord ook. Dat ging heel goed op rechtsvoor. Maar nu voornamelijk sta ik in doel en uh, de laatste periode eigenlijk alleen maar. Dat is gewoon, ja, was even nodig. Steeds maar ja. de nul houden gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ja, daar sta ik voor. Hey, en aanstaande zaterdag dan gaat het gebeuren? Ja, de kampioenswedstrijd. Ja. Tegen? Tegen SVO VVZ uit Zwolle. Hoe nou, laat begint dat? 12 uur op het hoofdveld, dus iedereen moet komen. Ja. Oké, okay, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, DVS TV. Ik weet niet of we het redden, want we hebben ook een belangrijke wedstrijd in Lisse te doen, maar anders dan waren we erbij geweest. Maar nou, de, misschien vergoed dit uh, het een en ander. Ik hoop het wel. We hebben er zin in. Oké. Okay. Heel veel succes. En wie weet. Volgende week bij de training. Als jullie dan nog zin hebben om te trainen, dan komen we ongetwijfeld even langs. Als we de training van maandag halen na het feestje wel. <laughs> Oké, okay, succes. Dankjewel, komt goed. De stellingen van Kok André. Eerste stelling, Kok. Het leven wordt voorafgeleefd en achteraf begrepen. En het volgende interview op de Weekjournaal met Rico Wolven. Rico Wolven, um, hoe kijk jij tegen zo'n seizoen als afgelopen seizoen aan? Persoonlijk was het niet het seizoen waar ik op gehoopt had, Piet. Dat, dat, dat denk ik ook, want je hebt de nodige kwaliteiten. En de wedstrijden die je gespeeld hebt, heb je die laten zien. Zeker in opbouwend opzicht. Maar waarom voor jou toch een beetje een teleurstellend seizoen? Ten allereerste begon ik op de bank. Dat was dan niet de bedoeling. En na een wedstrijd of acht mag je dan wel veel spelen. Dat heb ik volgens mij naar behoren gedaan op de rechtercentrale positie dan. Ja, nu raak je dan weer geblesseerd. Dus uh, speel je ook weer een aantal weken alweer niet. En ondertussen uh, wordt je contract dan niet verlengd, wat ik heel jammer vond. Dus ja, ik had, uh, ik had het anders uh, verwacht. Ja. Uh, hoe is het met je blessure nu? gaat de goede kant op. Uh, met, uh, we hebben alweer een paar tegenslagen gehad. Dus ik ben al wel weer een paar keer het veld op gegaan. Maar dan uh, ging het toch weer niet helemaal goed. Dus had ik weer een terugslag en uh, moet je weer uh, vier weken rustig aan doen. Dus uh, we zijn nu op het punt dat ik weer een beetje met de groep mee mag doen. Het is niet helemaal 100%, maar uh, we gaan wel weer de goede kant op. Dus uh, met een beetje geluk mag ik nog wat minuutjes maken. Ik heb informeel natuurlijk ook uh, even wat uh, met je besproken. Uh, is het een beetje een breekpunt voor jou uh, dit uh, seizoen? Ga je de andere kant op? Uh, wat, ga, wat ga je allemaal doen in de toekomst? Nou, in die zin wel, ja. Ik, ik, ik uh, hikte al langer tegen de gedachte aan om uh, misschien wat anders te gaan doen in de voetballerij. Uh, de, de tijd die ik kwijt ben. Uh, aan drie, drie avonden in de week trainen en het reizen, dat begon me behoorlijk tegen te zitten, moet ik, moet ik zeggen. Dus ik, ik, ik liep al wat langer met die gedachten. En ja, toen werd hier mijn contract niet verlengd. En dan ben je toch afhankelijk van de clubs die zich melden. Ja, dat waren op zich leuke clubs hoor. Maar niet als je in Deventer woont, zeg maar. Dus dan moet je toch weer een uur in de auto, drie avonden in de week. En daar heb ik gewoon geen zin meer in. En toen is Heino op een gegeven moment uh, bij mij uh, gekomen. En uh, die hebben me de kans gegeven om in de, in de jeugd een elftal te gaan trainen. Nou, Heino ligt uh, op 20 minuutjes afstand. En uh, dat, dat, dat leek me heel leuk om dat te gaan doen. Dus ik heb daar een heel leuk gesprek gehad. En ik ga daar dus volgend seizoen de, de C1 uh, doen als hoofdtrainer. Dus even kijken hoe ik dat vind. En mocht ik dat heel leuk vinden, dan, uh, dan, dan, ja, dan zie ik mezelf nog wel stapjes maken op, op trainingsgebied. Ja. Ook heel interessant. Ja, nee, ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Ja, okay. uh, nou, nog twee wedstrijden te gaan. Uh, DVS, uh, wat, wat, wat uh, hoe zie je de kansen in uh, van DVS? Ja, goed, waarom niet? Ik uh, bedoel, de jongens die, die doen het fantastisch op dit moment. En uh, we zijn op een gegeven moment in een flow uh, terechtgekomen, zoals ze het dan zo mooi heten, waarin alles ook mee zit en, wanneer, uh, en waarin we veel winnen. Dus uh, ja, we moeten nu Lisse uit. Die hebben hier uh, behoorlijk van de mat afgespeeld. Ja, die zullen ook wel op revanche azen, denk ik. Dus het wordt een mooi pot. En dan ja, nog Scheveningen thuis. Hè. Kunnen we ook gewoon winnen, lijkt mij. Dus uh, ja, we zijn zeker niet kansloos. Geen goede kans. Ja. Precies. Laatste twee of misschien wel de laatste zes wedstrijden. Ontzettend veel uh, succes. We zien elkaar sowieso op de afscheidsavond. Vrijdag uh, 2 juni, denk ik. 3 juni ga ik op vakantie. Dus ja, uh, Hou er maar niet. Uh, uh, oh, ja, ja. ja, ja. <laughs> hey, bedankt ja, voor dit interview. Okay, en bedankt ah, ja. voor uh, alles wat je voor DVS betekent. Geen hebben. probleem. Geen probleem. Okay. Bedankt. Uh, een vrijgezel moet meerdere malen vervellen om een goede echtgenoot te zijn. Vervellen, zei je. Vervellen. Juist. Heel goed. En de volgende, dat is uh, Kai Velda. Uh, afgelopen zaterdag man op de match. En volkomen terecht, uh, Kai. Vind je het zelf ook? <laughs> Ja, die, ja, dat is, dat is, dat is een leuke. Ja, daar moet je echt over nadenken. Ja, nou, daar gaat hij weer hoor. Uh, Kai, wat uh, vind je er zelf van? Uh, ik, uh, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi. Alleen uh, ja, ik had liever uh, ook met drie punten uh, naar de wedstrijd gestaan. Dat is hartstikke goed. Je, ja, je richt je dan toch op de teamprestatie. Hè, en dan als team uh, liever drie punten dan zelf een uitblinken zijn. Dat is, uh, dat is wel een hele mooie. Ja, mooi. Ja, tuurlijk. Uh, natuurlijk is het mooi dat je man of the match bent. Maar uh, ja, ik denk in de periode waar we nu in zitten dat we het uh, ja, gewoon hartstikke goed doen. En ook uh, ja, waarvoor we nog meedoen. dat dat uh, op dit moment gewoon hartstikke belangrijk is. En uh, ja, dan was het zeker mooi geweest als je dan ook nog uh, drie punten had. Uh, uh, dit seizoen. Hè? Even is er een beetje een terugslag uh, geweest, je hebt ook even een blessure gehad. En op een gegeven moment uh, kwam het uh, toch weer. De afgelopen vijf wedstrijden dan denk ik, hé, hey, kijk, komt er weer aan. Klopt dat? Ik heb geen blessure gehad. Ik, uh, ik ben uh, een keer ziek geweest, vandaar dat ik er een week uit ben geweest. Oh, dat was die ziekte, ja. En vandaar uh, ja, kwam er uiteindelijk een trainingswissel en zodoende uh, ja, moet je dan toch weer uh, op nul beginnen. En zodoende is dat uh, ja, week uh, bij week zeg maar, uh, veranderd en nu uiteindelijk uh, ja, weer net zoals normaal. Zeg maar. en, uh, je begint weer in een positie te komen op het veld uh, waarin je wat meer uh, ja, in een scorende positie komt. Ja, dat is ook de bedoeling. Dus uh, nee, uh, afgelopen twee wedstrijden uh, heb ik op tien gestaan. En uh, ja, daarvoor op links half op links buiten. In principe maakt mij niet zoveel uit, alleen uh, ja, ik probeer gewoon zo goed mogelijk voor het team te spelen. En uh, ja, de afgelopen weken uh, pakt het gewoon goed uit. Ja, ja is het doelpunt uit dat heerlijke paasje van uh, Maurice uh, tegen Sneek? Ja, dat was een goede bal. Uh, ja, Maurice heeft gewoon een goed overzicht. En uh, ja, hij zag me gaan en geeft hem goed. Dus uh, ja, het enige wat ik hoef te doen is gewoon uh, goed die bal erin schieten. Afgelopen zaterdag zat hij ook heerlijk op de plof. Hè? Ja, die, die zat er strak in, hè Piet? Die zat er heel strak in. En aanstaande zaterdag ook? Aanstaande zaterdag gaan we er een mooi potje van maken. Dus een belangrijke wedstrijd voor ons en ook voor de periode. Ik bedoel, wij moeten gewoon zorgen dat we winnen en niet naar andere teams kijken. En ik denk dat we gewoon kwaliteit genoeg daarvoor hebben om dat te halen en de juiste scherpte aanstaande zaterdag weer hè, ten opzichte van afgelopen zaterdag. Daar gaan we zeker weer aan werken deze week. Heel veel succes Kai. Ja, Bedankt. wel. Okay. En hier weer een stelling van Kok André. Je gevoel is een kompas, je verdwaalt als je hem wegstopt en er niet naar omkijkt. Prachtig. Zijn wij klaar voor de tweede divisie? Wij zijn altijd klaar voor de tweede divisie. Ja? Ja, dat klopt. Ook qua spelerspotentieel. Wij hebben vertrouwen in de huidige spelers en ook de spelers die komen. Ja? En uh, is iedereen daarvan overtuigd? De TC ook? Daar is iedereen van overtuigd. Als wij toch naar de tweede divisie gaan, uh, gaan komen er dan nog uh, een paar uh, topspelers bij. Misschien Zidane of zo, weet ik. Ja, nou, kijk, DVS heeft natuurlijk alleen maar topspelers, Piet. En wil je in de tweede divisie wil je lang meedoen en goed meedoen, dan zul je natuurlijk toch wel nog een paar kajers erbij moet hebben. Ja, maar dat wil niet zeggen dat de huidige minder van minder kwaliteit zijn. Maar dan moet je een bredere bank hebben. Dus dan moet nummer 13 en nummer 14 en nummer 15 moet net zo goed zijn... als dat nummer 9 of nummer 10 of nummer 11 eruit gaan. Precies. Daar gaat het dan om. Ja, Oké, okay. dus we zijn tweede divisie waardig, uh, Aart. Zeker weten, ja. ja. Daar waren wij heel benieuwd naar als ja, TV-proef nee. zijn. Ja, heel goed. Oké, okay, hartstikke goed. En daar komt de volgende stelling van kok André. Ik kom bij Riemerbingende, de boekhandel. En er staat een man voor me die zegt tegen de verkoopster... waar kan ik het boek vinden? De man is baas in huis. De verkoopster denkt even na. Ze zegt meneer, de sprookjesboeken liggen op de tweede etage. <laughs> Geweldig. Naast mij de volgende, Joran Pot. Joran, uh, je hebt uh, één seizoen, bijna één seizoen gespeeld uh, bij DVS. Uh, is het goed bevallen? Ja, op zich wel. Ja, ik heb... Uh, in het begin hadden we het natuurlijk wel aardig gedaan, toen een dipje. En ja, nu gaat het ook wel weer aardig. Dus ja, er zitten, er zitten ups en downs in, maar ja, op zich wel goed naar mijn zin verder. Je komt net van de training van de dames van PNC's Zwolle, klopt dat? Ja, dat klopt. Altijd even haast, ja, Oké, okay. hartstikke goed. Je, je streeft een trainingscarrière na, ook in de toekomst? Ja, op dit moment vind ik het hartstikke leuk. Dus het is wel wat ik op dit moment later ook wil. Maar misschien dat ik over een paar jaar anders over denk. Goed. Hoe is het met je blessure? Ik ga weer trainen, dus uh, het gaat de goede kant op. Ja. Zou het uh, kunnen zijn dat je weer uh, zodanig fit bent dat je zaterdag misschien wel minuten gaat maken? Uh, daar werken we wel naartoe, volgens mij, dus uh, ja, wie weet. We krijgen nog een officiële afscheidsavond, hè? maar uh, ja, uh, we willen je toch namens DVS-TV bedanken voor uh, dit seizoen. Uh, volgend jaar uh, geen Muiden, uh, hoe denk je daarover? Uh... Nou ja, hoe denk ik daarover? Ik moet ik zeggen dat ik er eigenlijk nog niet met mijn kop ben. Ik, euh, het verrast me ook deze vraag. Ja, maar dat is, ook, dat is ook een heel goed uh, teken. Het is inderdaad een onverwachte vraag, want ik had het eigenlijk over het afscheid hier. Um, ja, de, de, het kan nog een mooi uh, afscheid worden. Hè? Ja, we kunnen nog uh, een mooi toetje bereiken. En, uh, en misschien kunnen we wel uh, wat uh, heel moois bereiken door uh, deze club nog naar een uh, niveautje hoog te uh, brengen. En daar ga je alles aan doen, want uh, de laatste wedstrijd die je speelde, was je zo fit als een hoentje. Ja. Precies, en uh, ja, nu twee weken eruit geweest. Maar uh, ja, ik ga er alles aan doen. En uh, het is hartstikke mooi om uh, prijs te winnen, dus uh, natuurlijk wil ik dat. Wensen we je uh, heel veel succes mee deze laatste wedstrijd. En dan nu echt bedankt namens DVS uh, publiek ook. Jullie ook bedankt. Ja. Okay.